Mijn handtekening staat op hun voorhoofd. Wat vindt u ervan? Ja, wat vind ik ervan? Yo, goedemorgen. Waarom zijn wij zo netjes gekleed? Vandaag is de Brugge Talentendag. We zijn nu bezig met de voorbereidingen, Leonard. Dus daarom zijn wij zo netjes gekleed, want het is een chic dingetje vandaag. Hoeveel mensen komen er eigenlijk vandaag? 450. 450 mensen, dat zijn echt ziek veel. We gaan nu even helpen met champagne naar buiten tillen. Het is 11:30. We hebben het programma doorgesproken. En het gaat er dus naar uitzien dat er een brugglas quiz komt. Daar mogen ze aan meedoen. Hij gaat mensen interviewen vandaag. Ja. Voor de rest worden heel veel casting rondes gehouden. Dus heel veel mensen gaan auditie doen vandaag. We gaan zo meteen lunchen en dan gaat het beginnen. Ja, ik heb wel echt trek. Gewoon. Lekker. Oh, dit is zo lekker. En we gaan zo meteen de DVD signeren. Je kunt ze winnen met de quiz. Ga even de DVD signeren. Ben je links? Ik ben links. Ik kan niet wel rekenen. Hier maak jij nou kans op. Zo hé. Op elke DVD is een handtekening. Wacht op champagne. Wacht op champagne. Ja. Ja, ja, ja. Ja, nog één. De officiële opening voor de Brugglas Talentendag. Nog eentje. Op die oh, oh, kijk. Waar komen jullie vandaan? België. Hij helemaal uit België hierheen. Wat ben ik lelijk op jouw camera? Nee, je bent hartstikke lekker op mijn camera. In het echt ben je lelijk. Oké. Okay. Er zijn zoveel mensen gekomen. Ja, ja, het is echt het is bizar. Het is echt bizar. De quiz is ook echt top. Ja, het is tof. Ik speelde uiteindelijk op het kamp Romeo en Julia. Het is A. Het is A. Het is B. Safari. Zijn jullie er bijna in getrapt? Ja. Oké, maar dit is dus voor de laatste vraag, de inschattingsvraag. Ja. En wie deze goed heeft, die wint een Brugglas DVD. Hoeveel abonnees heeft de Brugglas DVD-kanaal? Meer. Oh. Ah, hoe blij ben je? Oh my god. Ja, dat laatste was echt awkward. Nee toch? Nee. Watervaste stift, hè Brit? Weet je zeker? Ja, ik weet het. Mag ook je nummer lijst. Die vind ik heel goed. Dit ga je niet menen. Holy shit. Die, je handtekening is officieel 500 euro waard nu. Hier kunnen mensen een brugglasverhalen op papier schrijven. Ja. En misschien worden die dan wel in de serie verteld. Heb jij een brugglasverhaal voor mij? Nee. Rare dingen meegemaakt? Nee. Heb je iets leuks te vertellen? Nee. Je hebt niks leuks te vertellen? Nee. Laten we hier een awkward moment van maken. Ja. Dames en heren, dit is een meisje. Ik heb haar net ontmoet. Ze gaat zo meteen een auditie doen. Heel random zei ze iets met een kinderboerderij. En deze opeens een geit na, en het was zo goed, dat ik het even wil laten zien aan jullie. Handtekeningen tijd op iemands voorhoofd. Heftig. Als hij mislukt jongens, niet mijn schuld. Nee, nou en. Yeah. Maar moet ik nu als docent niet ingrijpen? Ah, ik voel me echt schuldig. Mijn handtekening staat op hun voorhoofd. Wat vindt u ervan? Ja, wat vind ik ervan? Ik ga het er niet af, hoor ik net. Nee, ik blijf 6 maanden zitten. Ja, huis. Ja, en misschien tot ziens. Ja, ja. Oké, okay, doeg. Daar gaan ze, de meisjes. Je kunt het. Oké, okay, ik bied hierbij mijn excuses aan. Ik heb aangedrongen dat zij zich moest aanmelden. Je moet zelfs allerlaatst. Je was in de eentje nog over. Nu gaan we haar auditie afnemen. Sorry. Ben je zwanger? Ja. Maakt niet uit. Komt helemaal goed. Ik heb het gezien. Dat is sowieso een foto. We zijn beste vriendinnen. De foto is echt iets meer dan. Geloof je maar niet? Nee. Doei, doei. Ik heb nooit iets hier wat meegemaakt. Ziek maar shots. Nou, je hebt net auditie gedaan. Ik denk dat wij erbij halen. Ja. Het moet minder erg zijn. Want wij kunnen jullie alleen maar meer helpen dan ook aan het laten zien. Dus ik probeer jullie te helpen. Hey. Zo. Jij bent helemaal lam van die kinderchampagne. Ja, niet normaal. Maar vond je het leuk? Ja, heel leuk. Flink aan het afbouwen hier. De laatste scène was net gegaan. Ze vond het super eng, hoorde ik net. Oh. Ja. Key aan de cameraman. Oh. Yo, hallo mensen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ik Vraag een Auditant hoe de auditie was gegaan. Daar zitten jullie nu, een meisje voor me die heeft auditie gedaan. Ze weet nog niet dat wij naar haar toe komen, maar daar gaat snel genoeg achter komen. Hallo, hoe vond je je auditie gaan? Ja, ging wel goed. Ja? We gaan live in 3, 2, 1. Actie. Welkom. Actie. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ik Vraag de Auditanten hoe de auditie was gegaan. En vandaag zijn we bij een meisje. We zitten hier eigenlijk helemaal alleen, best zielig. Maar we gaan even vragen hoe de auditie was gegaan. Hallo. Sorry voor deze cameraman. Het is gewoon een vriend van mij. Hoe ging de auditie? Nou, dit was het. Nog een vraag? Dit was het wel, hè? Dit was een nieuwe aflevering van Ik Vraag de Auditanten hoe de auditie was gegaan. Tot de volgende keer. Nou, Leonard, we hebben net een paar mensen geïnterviewd. Superleuk, tof, helemaal leuk. Ik vind je wel een coole cameraman. Het staat je wel.
Ik wil dat jij erbij zit en dat gezegd is van. Okay. Welkom op de Brug als Talentendag. Het is vandaag een heel bijzonder kwartiertje, want ik heb hier twee meisjes achter me staan die een heliumballon aan het leeg ademen zijn. En die gaan ze met een heel raar praten. Daar gaan ze. Nou, hoi. Ik wil eerst zeggen, kijk allemaal naar Brugklas. Het is echt een hele leuke serie. Dit is ongelofelijk. Dit is inderdaad ongelofelijk. Mensen, dit was het alweer voor een nieuwe aflevering. Want ik zuig helium op de Brug als Talentendag of zoiets. Zit je nou te loeren? Leonard, die kan de Brugklas tune op de piano spelen. Doe eens. Hallo, ik ben Leonard, ben 15 jaar oud. Dit komt op YouTube. YouTube. Hallo, ik. Godverdomme. Hallo, ik. Hij werkt niet. We hebben onze spullen gepakt en we gaan naar huis. Ik ben echt kapot. Ik ben ook kapot. Nou, we hebben het gebouw verlaten. Rit en ik staan inmiddels op station Amsterdam Centraal. Het was een leuke dag. We helpen. Ritje, ik vond het leuk met je vandaag. Gelukkig maar. Doe je snel. Doe je. Yes. Doei. Ik ben thuis. Ik ga nu eten. En ik had verwacht op een hoogstandige maaltijd van vanavond. Kijk, hier komt u bij de chef-kok van de drie gangen. Drie sterren restaurant. Pap, dit is een maaltijdslaaf van de Albert Heijn. Doe normaal. Nee, ik heb dit gemaakt voor Albert Heijn. Dit wordt groot in de markt gezet. Dat wordt dus mijn eten. Ik ben in ieder geval super moe. Het was wel een hele leuke dag, dat wel. Ik hoop dat ik vanavond naar de film ga, want daar heb ik echt zin in. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Like nog even deze video. En abonneer op mijn kanaal, niet vergeten. En dan zie ik jullie later weer. Laters!